Welkom bij Weerwolven. Weerwolven is dé Minecraft game van Kicks Games waarbij 12 spelers het tegen elkaar opnemen. Twee mensen onder de spelers zijn weerwolven. De weerwolven kunnen iedere nacht een speler opofferen. De enige die ze kan tegenhouden is de heks. De heks bezit 2 toverdrankjes om spelers te redden en zal vervolgens enkel mee kunnen gaan in de keuze van de weerwolven. Ook zit er een cupido in het spel. De cupido kiest aan het begin van het spel zijn of haar geliefde uit. Wanneer de cupido sterft, sterft de geliefde mee en andersom ook. Het doel van de dorpelingen, cupido en heks, is om de weerwolf zo snel mogelijk uit te schakelen. En de wolven, die moeten zorgen dat één van hen of alle twee aan het einde van het spel overblijft. Wie zal er overwinnen? Je ziet het in Weerwolven. Het wordt avond in ons wolkendorpje. Alle spelers vertrekken terug naar hun kamer. Daar vinden ze een shirt die gelijk staat aan de kleur van hun wolkje. Sommige spelers vinden in hun kistje ook iets anders. Een aantal spelers zijn namelijk weerwolven. Vandaag zijn dit de spelers oranje en de speler lichtblauw. Samen besluiten deze twee spelers welke spelers ze deze eerste nacht gaan opofferen. Na een kort overleg wordt het direct besloten en gaat speler lichtblauw resoluut af op de kleur geel. Oranje twijfelt nog even, maar gaat er daarna direct achteraan en samen springen ze op het wolkje. En daarmee wordt de keuze bevestigd. Speler geel moet opgeofferd worden als het aan de weerwolven ligt. Maar er is één iemand die hier een stokje voor kan steken en dat is de heks. Vandaag is dat speler bruin. Speler bruin krijgt te horen dat speler geel wordt opgeofferd en kan 3 dingen doen. Hij kan 1 keer springen en meegaan in de keuze van de weerwolven. Hij kan 2 keer springen en daarmee iedereen redden. Er gaat dus niemand dood, dat kan hij maar 1 keer doen. Of hij kan 3 keer springen en iemand anders aanwijzen die moet sterven. Ook dit kan hij maar 1 keer doen. Welke keuze maakt onze heks deze eerste nacht? De heks besluit om mee te gaan in de keuze van de weerwolven en geen toverdrankje in te zetten. En daarmee gaat hij terug naar zijn kamer. Ook is er een cupido. De cupido van vandaag is speler donkergrijs. Speler donkergrijs mag 1 iemand uitkiezen die hij of zij aan zichzelf zal linken deze ronde. Wanneer de cupido sterft, sterft de ander mee en andersom dus ook. Speler donkergrijs kiest ervoor om op het blokje bruin te springen, niet wetend dat dit de heks is. En wanneer deze keuze is gemaakt, gaat speler donkergrijs naar haar kamer. En mag iedereen wakker worden, behalve speler geel. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit hoe? Zo. En onderweg. Spelers. Jullie hebben zojuist een speler laten doodgaan. Dit was een dorpeling. Hallo. Ik kan helemaal niks. Wat zeg je nou? Je kan helemaal niks. Jij kan hier iemand redden of laten sterven. Ik kan gewoon niet zoveel. Dat is duidelijk. Spelers, jullie gaan iemand opofferen deze eerste dag. Jullie mogen om de beurt je stem uitbrengen om te kijken wie jullie verdenken en waarom. Ik ga als eerste vragen aan speler donkerblauw, wie zij verdenkt. Je hebt geen idee. Lichtblauw ook niet? Oké. Okay. Rood? Geen idee. Duidelijk. Heeft speler bruin een idee? Oké. Okay. Heeft speler lichtgrijs een idee? Nee. Heeft speler zwart een idee? Geen idee. Duidelijk. Speler roze? Dat is de eerste ronde zo moeilijk te zeggen. Geen idee. Speler oranje, heb jij misschien een verdenking? Roze, geen idee. Duidelijk. Speler wit, verdenk jij iemand? Speler lichtgroen. Speler donkergrijs, verdenk jij iemand? Ik ben uniek, ik heb geen idee. Dat is zeker uniek. Jullie gaan toch iemand eruit moeten stemmen. Jullie gaan namelijk je stem uitbrengen. Ik wil graag jullie kleur in de chat zien. In 3, 2, 1. En dat maakt het heel eventjes spannend. Wie? Oh, speler geel heeft zichzelf de afgrond ingegooid, geloof ik. Maar
dit wordt toch lastig. Ik heb de geest van speler Geel nodig om het besluit te maken, want we hebben een gelijk spel. Ik heb een geest nodig. Ja, ik vind dat poepkleurtje vind ik maar niks, dus jij gaat er bijvoorbeeld in noep. Speler Bruin, je wordt opgeofferd. Jazeker. Speler Bruin, ik wil graag van jou weten welke rol jij in dit spel had. Ik was een heks. En daarmee hebben jullie een heks opgeofferd in de eerste ronde. Ik heb hem alweer. Goed zo, Chalkeron. Ooit een geest, die gaf me niet meer. Nee. Maar... Echt serieus, wat heb je gedaan? Maar, spelers, het is nog niet klaar. Want de Cupido had de heks aan zichzelf gelinkt. En dat betekent dat de speler Donkergrijs zichzelf opoffert. Oh, Pinky Killer. Nee. Oh, hard af, Cupido. Zijn er al drie de eerste ronde? Dit betekent dat jullie al drie dorpelingen kwijt zijn. Waaronder de heks en de Cupido. Nieuw wereldrecord. We geven Geel gewoon de schuld. Niks van hand, we geven Geel gewoon de schuld. Geel. Wel trust allemaal. Ik wil jullie vragen om terug te gaan naar jullie kamer. Love you. En sterkte deze nacht. Slaap lekker. De volgende nacht breekt aan. En de twee weerwolven mogen weer iemand kiezen die opgeofferd zal worden. En dit keer zal er geen heks zijn die een toverdrankje kan inzetten om ze te redden. De dorpelingen worden dus eigenlijk aan hun lot overgelaten en kunnen alleen overdag een weerwolf uitschakelen. En in de nacht is het aan de weerwolven wie er het spel zal verlaten. Speler lichtblauw en speler oranje mogen kiezen wie ze willen opofferen en lopen samen naar de kleur lichtgrijs. Ze springen er met z'n tweeën snel bovenop en daarmee is de keuze bevestigd. Speler lichtgrijs zal sterven deze nacht. En daarmee mogen alle dorpelingen wakker worden, behalve de kleur lichtgrijs. Goedemorgen. 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 Spelers. Welkom terug. Er is weer een dorpeling overleden deze nacht. En ik wil jullie graag vragen wat jullie verdenkingen zijn over dat er weer drie buren achter elkaar, naast elkaar zijn overleden. Eigenlijk net als bij vorige week. Zelfde weerwolven. Fa, ik ben het. Heel toevallig zijn. Zou het echt zo zijn? Ik wil graag van Zwart weten wie je verdenkt. Ik vind wel dat het verdacht is dat precies die drie weg zijn en die zitten naast Rood. Dus ik verdenk Rood. Oké, duidelijk. Roos, verdenk jij iemand? Ik vind dat Hans de president daar wel een goed puntje heeft. Oké. Dus jij verdenkt ook Rood. Oranje, wie verdenk jij? Lichtgrijs, geel en bruin. Dat is inderdaad Rood. Maar ook naar Zwart. Oké. Dus ik verdenk Zwart. Oké, duidelijk. Jij verdenkt Zwart. Wit, wie verdenk jij? Ik denk dat ik ook eerder Zwart verdenk, omdat Zwart iemand anders opeens de schuld geeft. Oké, dat is duidelijk. Groen, is er iemand die jij verdacht vindt? Ja, ik ben wel op voor dat die kant een beetje leeg begint te raken. Dus ik ga maar voor Zwart. Jij verdenkt Zwart. Oké. Donkerblauw, wie verdenk jij? Ik geloof niet in dat bijgeloof, maar ik vind het wel een beetje raar dat Oranje dan net weer op iemand anders gaat dan de twee ervoor, dus ik verdenk Oranje. Jij verdenkt Oranje, duidelijk. Lichtblauw, wie verdenk jij? Nou, ik verdenk ook Zwart, maar omdat zeg maar, die was het vorige potje ook weerwolf, dan zou er nu niet opvallen of zo, denk ik. Oké. Ja, maar mij valt wel op. Duidelijk. Rood, wil jij je nog verdedigen? U mag inderdaad zien. Ik verdenk ook Zwart. Jij verdenkt ook Zwart, duidelijk. Ik wil graag jullie stemmen zien in de chat. Dat is duidelijk. Zwart, we nemen afscheid van jou. Wil je ons vertellen wat jij was? Ik was een dorpeling. Nice. Even serieus, hè? Ja, heel top. Het gaat niet helemaal lekker, spelers. Er moet toch echt een weerwolf uitgeschakeld gaan worden langzaam. Ik wil jullie vragen om terug te gaan naar jullie kamer. Slaap lekker. En dan hoop ik dat je er nog bent de volgende ochtend. De spelers hebben geen idee wie de weerwolven zijn en omdat de heks dood is, kunnen de weerwolven doen wat ze willen. Een nieuwe nacht breekt aan en onze spelers oranje en lichtblauw kunnen op hun gemakje een nieuwe speler uitschakelen zonder dat iemand er iets aan kan doen. Welke keuze maken ze? Samen komen ze in het midden bij elkaar en besluiten ze om boven op het blokje van groen te springen.
Dit duurt altijd even. Het blijft lastig. Kijk, daar is lichtblauw. En oranje ook. En daarmee is de keuze bevestigd. Speler groen zal niet wakker worden de volgende dag. En het wordt nu toch wel tijd dat de spelers de weerwolven ertussen uit gaan pikken. Succes. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Wow. Maar even, we hebben nu weer geen hek, dus nu kunnen we wel, maar het is niet echt makkelijk meer binnen ofzo. Nee, en we zijn al met weinig personen. Spelers, er is weer een dorpeling overleden en ik zou graag van jullie willen weten wie jullie verdenken als weerwolven. Ja. Het is hoog nodig dat er een weerwolf tussenuit gegooid gaat worden. Dus ik wil speler Wit vragen, wie verdenk jij als weerwolf? Ik verdenk donkerblauw, omdat hij net opeens op oranje ging zitten. Hoe zit er nog? Ja, duidelijk. En oranje zelf, wat vind jij? Ja, dat dacht ik dus ook. Oké, duidelijk. Zelf dat, inderdaad. Donkerblauw dus, duidelijk. Roos, wie verdenk jij? Is lastig, maar... Eigenlijk verdenk ik oranje door de vorige ronde. Oké, duidelijk. Speler oranje. Dan gaan we even helemaal naar de andere kant. En dan wil ik van speler rood weten wie je verdenkt. Ik verdenk donkerblauw. Ook donkerblauw. Oké, duidelijk. Lichtblauw. Wil jij wat doen voor je buurvrouw? Of wie verdenk jij? Nou, ik denk rood. Omdat, zeg maar, net was het niet zwart. Dus ik dacht, ja, dat is misschien nu wel rood. Oké. Duidelijk. Speler donkerblauw, wil je jezelf nog verdedigen? Ja, bedankt, jongens. Wil je jezelf nog verdedigen en wie verdenkt nou, jezelf? Ja, ik denk niet dat het nog heel veel zin heeft, maar ik blijf bij mijn keuze van vorige ronde oranje. Oranje, duidelijk. Ik wil de stemmen zien. En daaruit blijkt wel dat we afscheid nemen van donkerblauw. Ik was gewoon een burger. Ai. Oh my god. Spelers, het gaat niet helemaal lekker. En geloof mij, als er de volgende ronde niet iemand uitgestemd wordt die een weerwolf is, dan kan dit spelletje zomaar klaar zijn. Dus ik wens jullie een fijne nacht en misschien tot morgen. Anders zijn de volgende ronde allemaal dood. Een nieuwe nacht breekt aan en onze weerwolven mogen wederom een keuze maken wie ze willen uitschakelen. En er is niemand die ze kan tegenhouden. Speler oranje en speler lichtblauw duiken bovenop de kleur. Rood. Oranje is het er niet helemaal mee eens, maar gaat uiteindelijk toch mee met de keuze van lichtblauw. En samen besluiten ze dat speler rood opgeofferd moet worden. En daarmee breekt een nieuwe dag aan en is het speler rood die niet wakker mag worden. Hallo. Oh jee. Hallo. Helene mag niet praten. Oh ja, Helene en Rivka zitten samen in één kamer. Ja. Helene, uit. Stop me. Kijk. Wat doet zij? Speler donkerblauw. Je bent dood, je moet je mond houden. Als ze nu... Speler donkerblauw is overleden, speler lichtblauw is nog wel. Maar jullie zijn speler rood verloren. Dit is een beetje de finale ronde. En, ik kom heel erg alleen hier. Ja, dat snap ik. Maar ik wil toch van jou weten wie jij verdenkt, lichtblauw. Ja. Jemen. Ja, is geen naam, hè? Jongens, stop eens. Nou, dan ga ik nu maar voor wit, want ja, ik heb echt geen reden ervoor. Nou, dat is, ik ben een beetje raadloos. Dat is duidelijk. Speler wit, heb jij wel een idee? Ik verdenk roze. Oké. Okay. Ik weet eigenlijk niet waarom. En maar... oranje, wie verdenk jij? Ik vind ook roze, omdat die zonder reden mij verdenkt. Is dat ook zonder reden, Ja. Nee, ik heb zeker een goede reden daarvoor. Want twee rondes geleden was het volgens mij, zat oranje op de kleur rood. Oké. Okay. Toch? Of was het op de kleur zwart? Paars. Oh, ja. Wacht. Nee, dan gaan we nu even terugkijken. Oh, je hebt alles bijgehouden. Of niet? Jazeker. Oh. Want het was ineens... Ja, nee, zwart en ik stemden op één kleur. En vervolgens stemde oranje op een andere kleur. Oké. Okay. Die er een ronde in bleef. Ja. En de ronde daarna stemde oranje ineens met de rest mee op donkerblauw. En donkerblauw was een burger. Oké. Okay. Ja, omdat zij mij verdacht. Nou, dat verdenk ik haar ook. En waarom is je verdenking dan van de andere kleur ineens weg? Want die is nu wel dood. Heb ik geluk. Kijk, daar hebben we het al. Daar hebben we het al. Jij wilde hem dood hebben. Jij hebt geluk. Mensen. Want worden alle andere dorpelingen toch uitgestemd?
Dan winnen we weerwolven. Oh, leuk, iedereen is dood. Ik wil graag jullie stemmen horen. Er wordt hier flink gediscussieerd, maar laat het maar weten. Gooi het in de chat welke kleur jij verdenkt als weerwolf. En dan komen we uit op twee een keer burger. Roze. Roze is een burger. Ik denk dat ik op het juiste spoor zat. Dat zat je zeker. Ja, maar helaas. Helaas betekent dit dat weerwolven de andere spelers zullen uitschakelen en met z'n tweeën overblijven. Het is wederom de wolven die winnen deze ronde. Ik zei toch dat het oranje was? En daarmee sluiten we deze aflevering af. Denk jij nou dat je dit beter kan? Hou dan mijn social media in de gaten. Want daar laat ik altijd weten wanneer de nieuwe weerwolvenopnames zijn. En we spelen altijd met kijkers. Dus mensen, houd het in de gaten. Hopelijk tot de volgende keer. En zoals altijd vanaf hier. Cheerio.